Steek uw licht op bij Optima. Ons team van experten, juristen, economen en fiscalisten garandeert u voor elk vraagstuk de best mogelijke oplossing. U krijgt een audit en een plan met het oog op een zorgeloze toekomst voor u en voor al wie u lief heeft. Een zorgeloze toekomst, dat is een wrange boodschap nu, want Optima Bank, dat weet u, staat op vallen. Er zijn heel veel vragen en daarvoor hebben we twee mensen uitgenodigd. Philip Abraham om te beginnen, goedemiddag, econoom en bankenspecialist. En advocaat Gerrit Lenses, niet voor het eerst verdedigt u gedupeerden van banken. Meneer Abraham, ik ga met u beginnen. Het gaat over Optima Bank, maar dat is maar een onderdeel van die grote Optima Groep. Wat doet die groep precies? Wel, die groep heeft een heel wat activiteiten. Dat gaat van activiteit en vastgoed, ook vermogensbeheer, successie. Planning en dergelijke. De bank- en verzekeringsactiviteiten, dat zijn twee belangrijke delen van de groep, maar dat is natuurlijk niet het enige. De financiële planning is vooral de kernactiviteit. Financiële planning is de kenning, is de belangrijkste en daar komen een heel aantal aspecten. En die groep bestaat ook al een geruime tijd en heeft daar duidelijk een specialiteit ontwikkeld. De bankactiviteiten die zijn relatief recenter. Ja, 2011 heeft 2011 toen Ethias Bank is overgenomen geweest. En die bankingactiviteiten die hebben al een tijd toch wel wat problemen. In welke zin problemen? Wel, tenminste dat het avontuur dat van de overname toch niet zo succesvol was. En dat men nu al sinds vorig jaar ook een deel van die bankactiviteit aan het afbouwen is. Ja, want Ethias Bank was niet onbelangrijk. Die is dan in handen van Optima gekomen. Dat is nooit echt goed gelopen dan? Wel, toch niet. Want vorig jaar is er ook aangekondigd geweest door de Optima Groep dat ze haar bankactiviteiten wou verminderen en geleidelijk afbouwen. Ja, en dat is dus nu in de eindfase maar niet helemaal tot het einde gelukt? Of het in de eindfase is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat de toezichthouder, in dit geval de Nationale Bank, is tussengekomen en eigenlijk de banklicentie heeft ingetrokken. Ja, dat is drastisch. En meteen ook de rekeningen geblokkeerd. En dat betekent dat die spaarders niet aan hun geld kunnen? Die spaarders kunnen voorlopig niet aan hun geld. En de idee die daar is, en dat is wel heel belangrijk dat men dat beseft bij banken, is dat een van de verschillen tussen de banken die failliet zouden kunnen gaan, hè, ik ben zeer voorzichtig, en andere ondernemingen is dat banken een systemisch effect hebben, dat zij een impact hebben op de omgeving, op de rest van de economie. En om die reden is het zo dat de toezichthouder, in dit geval de Nationale Bank, de mogelijkheid heeft om te zeggen, kijk, wanneer er twijfels zijn, trekken wij die banklicentie in en proberen wij te vermijden dat iedereen automatisch op hetzelfde moment probeert zijn geld te gaan halen van de bank. Want de banken als deel van hun activiteiten proberen kortlopende middelen die u daar, zet, om te zetten in lange termijn leningen aan ondernemingen. Met wat bedoelt, wat de gevolgen daarvan zijn, is dat men dus niet automatisch al dat geld dat u op de bank gezet heeft, in kas heeft. Oké, en dat is het gevaar dat de banken runnen. Nu ja. Op die bankactiviteiten gaan we straks verder gaan. Maar meneer Lenses, Optima is niet alleen een bank, niet alleen vastgoed, is ook een verzekeringsmakelaar, het is een tussenpersoon. En u verdedigt al een paar jaar mensen die daar klachten over hebben. Over wat gaat dat precies? Wij vertegenwoordigen inderdaad een groep van mensen, een aantal families, die TAK23-verzekeringen hebben gekocht via Optima. TAK23-verzekeringen zijn levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen. En die mensen hebben vastgesteld dat zij zware kapitaalsverliezen hebben geleden. En zij gaan ervan uit dat er een aantal fouten zijn gebeurd. En die fouten worden aangeklaagd in een aantal procedures en in een onderzoek. Maar over het onderzoek zelf kan ik helaas verder geen details geven. Maar het gaat wel over fouten. Dat betekent dat uw cliënten vermoeden de bank of de financiële planner Optima beschuldigen van afspraken niet na te komen. Gaat het daarover? Het gaat over een aantal technische tekortkomingen. Want u moet weten dat de TAK23-verzekeringen al een tijdje onder vuur liggen. En de wetgever heeft ingegrepen. En op het moment dat deze producten werden verkocht, was er al een vrij strenge reglementering. Dus de tussenpersoon moest een aantal dingen doen. We hebben alleen maar vastgesteld namens onze cliënten dat dat niet gebeurd is. En de wetgeving is ondertussen nog veel strenger geworden. Want per 30 april 2014 zijn die producten gelijkgeschakeld met financiële producten en is ook de MiFID van toepassing. Ja, maar verwijten uw cliënten of uzelf Optima dan ook fraude in deze? Dat is prematuur om dat woord uit te spreken. Maar het komt er wel op neer ongeveer. Nee, dat durf ik niet zeggen. We hebben een aantal inbreuken vastgesteld op de wet. En het is aan de rechter om daar over te oordelen. Het zal het resultaat zijn van de procedure. En meer kan ik daar momenteel niet over zeggen. Nee, maar ik begrijp wel dat u wel vermoedens hebt dat bij Optima, verzekeringen in dit geval, niet alles gebeurt zoals het zou moeten gebeuren.
We gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. We hebben het dossier heel grondig bestudeerd. Maar ik herhaal het, dat is een debat dat eigenlijk voor de rechter moet plaatsvinden. Maar onze cliënten stellen dat er een aantal onregelmatigheden zijn, een aantal inbreuken op de wetgeving met betrekking tot die verzekeringen. En ze stellen ook vast, men kan dat niet betwisten, dat er zware kapitaalsverliezen zijn. Mensen hebben heel veel geld verloren. Ja, en in tegenstelling tot de afspraken begrijp ik ook wat uw klanten betreft. Inderdaad, ja. Meneer Abraham, dan komen we terug bij de bank. Het is een behoorlijk zware beslissing die de Nationale Bank heeft uitgevoerd deze week door die banklicentie in te trekken. Dat gebeurt niet vaak bij een bank. Nee, dat gebeurt niet. Het kadert wel in de nieuwe regelingen op Europees niveau ook. Qua toezicht en eventuele verheffing van banken. De rol van de toezichthouder is aanzienlijk uitgebreid. Zij kan allerlei acten stellen. Maar op basis waarvan? Want is er dan ook voor die bank een vermoeden van dat daar bepaalde zaken niet verliepen zoals het hoort? Dat moet wel zo zijn. Nu, voor een deel werkt de Nationale Bank als toezichthouder aan de hand van een aantal knipperlichten. Dat kunnen problematische handelingen zijn, maar dat kan ook een aantal ratio's zijn die voor de banken gelden en moeten gehaald worden. Van het moment dat je voor een aantal van die Europese ratio's in de gevarenzone dreigt te komen, dan is het de plicht van de toezichthouder te gaan kijken wat er aan de hand is. Eventueel het management te vragen, wat is er aan de hand? De eventuele leden van de Raad van Bestuur te interviewen. Eventueel revisoren aan te stellen om na te kijken wat is er iets in de boeken zichtbaar. Dat behoort in het kader van de nieuwe Europese bankenwetgeving tot de verantwoordelijkheid van de toezichthouder, die daarbij een zeer grote macht gekregen heeft, ook bij de eventuele ontbinding van de bank. Die banklicentie is ingetrokken, dat is deze week gebeurd. Die rekeningen zijn geblokkeerd, dat hebben we al even gehad. Maar goed, het is een relatief kleine bank geworden. Al in afbouw tussen de 10.000 en 14.000 cliënten, 90 miljoen euro spaargeld, of dat op zichtrekeningen nog stond. Is dat geen heel drastische beslissing? Het is een kleine bank. Ja, had dit grote gevolgen kunnen hebben? Het is geen systeemcrisis in deze, toch? Optima is natuurlijk geen systemische bank zoals Fortis en Dexia. Maar wat je wel kan zeggen, dat is dat het effect wat hier gebeurt systemisch is. Dus de impact op de bevolking. Omdat ook al gaat het maar om 10.000 spaarders? Absoluut, want wij hebben allemaal bankrekeningen. Wij moeten opnieuw vaststellen dat het vertrouwen in de banken afneemt en dat er geen zekerheden zijn. Want uiteindelijk, die mensen hebben geen beleggingen gedaan of iets dergelijks. Ze hadden gewoon een rekening, een zichtrekening of een spaarrekening. En die staat nu op de helling. En dat is toch wel systemisch en dat is ook existentieel voor die mensen. Ja, is dit wat de Nationale Bank moest doen, alleen maar kon doen? Wel, in elk geval, ze moest, als zij vermoeden had dat er zaken misliepen, wel degelijk ingrijpen. En de vraag is natuurlijk ook een beetje wat nu de volgende situatie gaat zijn. Ik denk dat het idee tussen systemische en niet-systemische banken kan men juridisch benaderen, maar men kan het ook realistisch benaderen. Zoals meneer Lensen zegt, voor de spaarders en rekeninghouders bij Optima die nu mogelijk dreigen, ik ben voorzichtig, een deel van hun beleggingen te verliezen, is dit wel een zeer systemische ingreep die gevolgen heeft voor de rest van de bankwereld. Vanuit het standpunt van de overkoepelende bankenwereld, natuurlijk is het zo dat als hetzelfde zou gebeuren met zeg maar KBC of met Deutsche Bank of een van de grotere banken wat in Europa, wat niet het geval is, laat me dat heel duidelijk stellen, dan heb je natuurlijk nog een bijkomende element dat die systemische effecten ook nog over de grenzen heen kunnen gaan. Maar dat is dus Europees nog voorlopig niet zo. Meneer Lessens, wat moet er nu gebeuren? Wat zal er nu gebeuren? Wel, de eigenaardigheid is natuurlijk dat als je terugkijkt naar de gebeurtenissen rond Fortis en Dexia, daar hebben we ook een run on the bank gehad. Op veel grotere schaal. Op veel grotere schaal, maar daar heeft de overheid ingegrepen en heeft de overheid de mensen gekalmeerd. Terwijl dat je hier dat zeer eigenaardig een tegenovergesteld effect ziet. We gaan bijna olie op het vuur door die rekeningen te blokkeren. Het is bijna een self-fulfilling prophecy. En ik stel me toch wel openlijk de vraag of dit de goede aanpak was. Want men heeft paniek veroorzaakt, zeker bij de spaarders, maar misschien ook bij de rest van de bevolking. Ja, want meneer Abraham, voor alle duidelijkheid, ook deze bank valt onder dat garantiefonds. Als het effectief verkeerd loopt de volgende uren, de volgende dagen, dan kan dat garantiefonds gewoon aangesproken worden. Dan kan dat worden aangesproken. Nu, u moet ook weten dat de Nationale Bank in het kader van de nieuwe wetgeving veel verder kan gaan. Zij kan zeggen, kijk, wij gaan de slechte delen van de bank gaan afzonderen en in verheffing stellen. Terwijl de zaken die belangrijk zijn voor het systemisch functioneren, de stabiliteit van het bankensysteem, bijvoorbeeld de vergoeding van de spaarders, dat we daar een extra inspanning voor gaan doen. Zij kan ook zoeken naar een andere financiële instelling die de activiteit wil overnemen. Maar de basis, meneer Lensens, is die 100.000 euro. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ja, dit zal nu misschien worden toegepast.
Dit zal worden toegepast. En als het een faillissement zou zijn, is het evident dat dat zal toegepast worden. Maar de Nationale Bank kan ook beslissen zonder faillissement dat de regeling wordt toegepast. Ja. En daarover is al heel wat te doen geweest de voorbije week. Onder meer minister Chris Peeters. Die had het erover dat in elk geval Optima ervoor zou moeten zorgen dat de klanten die meer dan 100.000 euro op hun zichtrekening hadden staan, dat die helemaal vergoed zouden worden. We gaan er even naar kijken. Ik denk dat wij dat zeer van nabij moeten opvolgen en zorgen dat niet alleen de 100.000 euro die wettelijk gegarandeerd is, maar maximaal iedereen die ook boven dat bedrag gelden heeft toevertrouwd aan Optima, dat die die gelden terugkrijgen. Ja, meneer Abraham, het is eigenlijk een krasse uitspraak. Hè. Wat de minister hier zegt is van de bank, of Optima moet maar zorgen dat wat er boven die 100.000 zit, en dat is blijkbaar het geval als we de cijfers zien, dan moet hij dat ook teruggeven. Is dat een evidentie? Wel, het is zo dat op het ogenblik dat de bank in verheffening wordt gesteld of er maatregelen moeten getroffen worden, dat de rechthebbenden geordend worden volgens de bankenwetgeving. Men begint bij de spaarders voor die 100.000. Dan is het de idee dat in de volgende fase de spaarders en beleggers voor de bedragen boven de 100.000 ook zouden vergoed worden. Als er tenminste voldoende middelen zijn om dat te doen. En dan gaat men geleidelijk verder naar de schuldeisers enzovoort, tot en met de aandeelhouders. Dus het kan, laatste, in principe. Het kan als de middelen voorhanden zijn. Maar dat is niet duidelijk op dit moment. Daar heb ik alleszins geen informatie over. Nee. Wat veel mensen zich zullen afvragen, meneer Lenses, u hebt het al aangehaald, dit hebben we 7, 8 jaar geleden ook in andere mate meegemaakt, met Fortis, met Dexia ook voor een stuk. Is daar dan niks uit geleerd? Is dat toezicht niet strenger geworden? Hoe kon dit gebeuren? In het algemeen moet men natuurlijk voorzichtig zijn met uitspraken van ja, de staat zal wel bijspringen. Ja, maar de fout zelf, hoe kan dat gebeuren? Wel, dat gaan we in de toekomst moeten kijken op basis van het dossier. We weten niet wat er allemaal gebeurd is. Maar de vraag is natuurlijk, wie bewaakt de bewakers? En hebben ze hun werk wel goed gedaan? En ik denk dat we een aantal lessen moeten trekken uit heel dit verhaal. En de les voor de overheid is dat alles opnieuw moet onderzocht worden. Werkt het Twin Peaks-model, want zo noemt het... Ja, dat is de controle eigenlijk. Inderdaad, die dubbele controle. Werkt dat wel? Men moet dat evalueren, want ik heb heel veel vragen bij de gang van zaken, dat is evident. De les voor de spaarder is om toch wel te spreiden over verschillende banken. Misschien 100.000 euro ook wel een inderdaad, grens is. Maximum 100.000 euro per bank. En er is ook een les voor de banksector natuurlijk. Herdenk dat er reden is om een soort tuchtrecht in te voeren, een soort bankierswet, zoals in Nederland, zodanig dat men de rotte appels tijdig uit de mand kan halen. Ik zie u knikken, meneer Abraham, want het is niet tijdig gebeurd. Het is eigenlijk bijna op een cruciaal moment moeten gebeuren, dat ingrijpen. Ja, ik denk het wel, maar ik wil daar toch één bemerking bij maken. Ik denk dat we nooit zullen kunnen uitsluiten dat er op een bepaald moment financiële instellingen in problemen komen in Europa. Ik denk dat dat altijd een mogelijkheid is. Je kan dat nooit uitsluiten. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar je kan dat niet uitsluiten. Niet ondanks dubbel toezicht? Je kan proberen te vermijden preventie, dubbel toezicht en zo verder. Cruciaal is daarom dat als het dan gebeurt, kan je dan op een efficiënte manier ervoor zorgen dat de problemen die er bij die bank bestaan of bij die instelling bestaan, dat die worden opgelost en dat men zo goed mogelijk als men kan de gedupeerden ter hulp kan schieten. En dat is ook een van de doelstellingen en ook van de bankenwetgeving. Ja, maar een prangende vraag is, dit is nu bij Optima gebeurd. Ja. Kon dit ook gebeuren bij grotere banken, bij een BNP Paribas Fortis, bij een KBC, bij een Belfius? Ik denk dat dat niet onmiddellijk in de Belgische situatie het geval zal zijn. Zeker, ik heb daar zeker geen reden om dat te geloven. En daar zal dan, om het op zijn Engels te zeggen, the proof of the pudding will be in the eating. Men zal moeten aanzien of dan de hele nieuwe constructie, die heel recent is, hè, tenslotte we spreken hier over de laatste 2, 3 jaar, of die dan werkelijk, wanneer het erop aankomt, tot de resultaten gaat leiden die men verhoopt. Ja, meneer Lenses, nog heel kort even, want u vertegenwoordigt de mensen die door de verzekeringsactiviteit in de problemen gekomen zijn. Die zijn ook stilgelegd. Dat wellicht nakend einde van Optima Bank, heeft dat daar ook betrekking op de andere activiteiten van Optima? Die verzekeringen die zijn nu stilgelegd, maar ook de vastgoedactiviteiten? Onrechtstreeks wel natuurlijk, want de mensen die een vordering hebben ingesteld tegen Optima op basis van de verzekeringen, hebben geld te goed en als er een faillissement is, zitten ze ook met een probleem. Maar ik ben ook geraadpleegd door mensen met gewone rekeningen.
is bijvoorbeeld het geval van een rekening van 800.000 euro. Een wachtrekening, het geld staat te wachten voor een aankoop van een onroerend goed. Die mensen zitten met zeer ernstige problemen. En het grootste probleem momenteel in heel de zaak is de onzekerheid. En dat begrijp ik niet goed. Want in de vorige avonturen die we gezien hebben rond Fortis en Dexia, en ik noem het werkelijk avonturen, daar heeft de overheid ingegrepen en dan is er kalmte gekomen. En nu is er alleen maar storm. Er wordt zelfs olie op het vuur gegoten. En die onzekerheid die is knagend en die is verschrikkelijk voor de mensen. Heel kort nog, meneer Abraham. Had dit anders moeten aangepakt worden omdat misschien niet zo paniekerig gaat over een kleine groep? Maar goed, het is er wel te veroorzaken. Ik denk dat het verschil met de situatie van een aantal jaar geleden en nu ook is dat de Europese bankenwetgeving eigenlijk ervan uitgaat dat overheidsfondsen zo weinig mogelijk moeten gebruikt worden om problemen op te lossen. En dat verklaart misschien waarom de overheid niet direct serieusstellend naar voren gekomen is. Ja. Er is nog veel onduidelijkheid, maar de komende uren en dagen zal daar wellicht meer duidelijkheid in komen. Heren, in elk geval heel erg bedankt voor dit gesprek.